Dit zijn Eva en Drumado. Ze zijn 16 en 13 jaar en ondanks hun jonge leeftijd al heel erg goed in het maken van muziek. En daarom doen ze in de Nieuwe Kerk in Den Haag mee aan het speciale Siemens Kerstconcert door het Atheneum Kamerorkest, kortweg het ACO, van het Koninklijk Conservatorium. Ze hebben er maanden voor gerepeteerd en over een paar dagen moet het dan ook echt gaan gebeuren. Maar voordat het zover is, maakt Eva zich thuis in Oegstgeest klaar voor de laatste repetities. Eva is violiste en concertmeester. Wat is dat eigenlijk? Nou, als concertmeester bereid ik me voor om, probeer ik me zo goed mogelijk voor te bereiden. Omdat, je moet wel echt een voorbeeld zijn voor de rest van het orkest. En je bent aanvoerder van je eigen sectie, dus van de eerste violen ben ik dus aanvoerder. En dan moet ik dus streken en zo doorgeven en groepsrepetities houden. En handje geven aan die dirigent. Heel belangrijk, precies. Wij wilden dat ze een instrument ging spelen toen ze een jaar of 6, 7 was. En toen mocht ze zelf kiezen. En toen heeft ze bij de muziekschool de verschillende instrumenten geprobeerd. En ze pakte de viool beet en ze was in 1 keer helemaal verkocht. Dat was heel leuk om te zien. We hadden nog zoiets van, dat is misschien een beetje even iets van het moment. Maar toen stond ze thuis voor de spiegel, stond ze te tandpoetsen. En stond ze met haar borstel, stond ze de viool na te doen. Dus toen dacht ik van, dat wordt de viool. Dat is hem echt. Ik denk dat vioolspel wel een topsport is. Want vooral op het niveau dat ik wil halen, kost ook wel gewoon bloed, zweet en tranen. Gewoon om echt iets te bereiken, om goede dingen te bereiken. Dus ik denk dat je het wel zou kunnen zien als een topsport. Doordat het zo druk is en ze zo gedreven is, is toch iets anders dan de gemiddelde tiener. Maar goed, er zijn natuurlijk ook de tienerdingen, de vriendschapjes, de ruzietjes, de geen zin in huiswerk. Ja, dat hoort er allemaal bij. Op het conservatorium krijgt Eva naast muziekles ook hele normale vakken. Hoe ziet een schooldag er dan uit? Ik ben altijd al om 7:30 op school om te studeren. En dan kan ik 1,5 uur studeren totdat school begint. Om 9 uur begint dan school. En dan heb je dus ook met muzieklessen en muziektheorie. En dan gemiddeld voor mij eindigt school dan rond 4 uur. En dan daarna ga ik nog studeren. En vaak heb ik ook nog repetities daarna nog. Vandaag is dus de laatste repetitie bij het ACO. Normaal gesproken repeteren we in het conservatorium. Daar hebben we onze vaste zaal. Dat is de Schönbergzaal. Alleen helaas zit er dus nu een ander orkest. Dus zijn wij gedwongen om in een ander zaaltje te repeteren. Maar vaak dan zijn die zaaltjes van die hele droge ruimtes. Dus dan speel je echt zo'n noot. En dan denk je echt, dat klinkt echt heel lelijk. En vaak hoor je elkaar heel erg goed. En dan dus ook als je dus een foute noot speelt, dan klinkt het echt heel erg duidelijk door de hele zaal. En dus dan zit je echt dat is gênant. In het ACO-orkest van het conservatorium zitten 50 jongeren in de leeftijd van 11 tot met 18 jaar. Ook Drumado is vanmorgen met zijn beste beentje uit bed gestapt en is klaar voor de repetities met zijn viool. Ik kreeg mijn viool toen ik 3 was volgens mij. En ik begon toen ik 4 was. En toen gingen we spelletjes spelen en dan een beetje tussendoor viool spelen, een beetje kennis maken. Ik zit op het School voor Jong Talent. Dat is dus gemixt met muzieklessen en gewoon normale schoolvakken. En het is zo ingedeeld dat je genoeg tijd hebt om te studeren en voor je theorielessen van muziek en gewoon normale vakken. Ja, het is zeker hard werken. Want je hebt natuurlijk ook veel minder tijd dan normale kinderen die geen muziek doen. Dus je moet ook je tijd goed benutten. Het is niet echt fysiek een topsport, vind ik, maar meer mentaal. Ja, het is meer concentratietraining. Want als je 3 uur achter elkaar wilt studeren, dan moet je wel echt gefocust blijven. Dus dat moet je telkens op de, trainen. Het resultaat van het studeren, dat vind ik het leukst. Dat je kan laten zien wat je hebt ingestudeerd voor de mensen. MUZIEK
Samen. Het zijn hele gewone kinderen, gewoon van 11 tot 18 jaar. Maar hele gewone kinderen met een heel bijzonder talent. Het is ontzettend leuk om met zulke jeugdige mensen te werken die op een bepaald vlak al zoveel verder zijn dan sommige van hun latere collega's, zeg maar, door het niveau wat ze hebben, technisch. Dat is heel mooi om te zien en het is heel verrijkend, niet alleen voor hun, maar ook voor mij. Ja, Eva doet het hartstikke goed. Die zit ook al een paar jaar in het orkest. Ze is nu concertmeester. Ze is binnengekomen toen ze nog zo'n anderhalf, twee koppen kleiner was dan ze nu is. En dat is dus ook heel leuk om te zien, dat mensen zich enorm ontwikkelen. Niet alleen fysiek, maar ook als persoon, als muzikant. En ik denk dat Eva een hele goede weg gevonden heeft daarin. En op een goede manier de groep en het orkest mede leiding geeft. En dat uitzicht niet alleen door het fysiek leiding geven vanaf de eerste stoel, door inzetten mee aan te geven, maar ook het communiceren naar de groep toe. Dromado is ook iemand die kwam binnen als een uk. Een klein jongetje met een hele grote viool. Je ziet zo iemand die eerst een beetje schuchter in het orkest inkomt. En in een groep aanschuift, een beetje zo uit zijn ogen omhoog kijkt. En die zie je langzaam ontwikkelen in een teamspeler ook. En in iemand die zijn eigen plek steeds meer gaat voelen. Die zal ongetwijfeld ook nog veel, veel verder doorgroeien. Dankjewel. Ja. Niet op de automaat. De eerste vier noten waren samen en daarna was het niet meer samen. Is ook niet meer samen gekomen. Blijf met de oren spelen. Ja? Was kedak, 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 kedak. Meteen samen. Blijf flexibel. Oké, er wordt wel gereageerd, maar ongeveer 4 maanden te laat. Terwijl de jonge artiesten nog even doormusiceren, gaan wij kijken op de plek waar het straks allemaal moet gaan gebeuren. Nee, niet hier, de Anton Philipszaal. Dat is voor volwassen muzici. Juist daar, de Nieuwe Kerk. Nu nog kaal en zonder kerstversiering, maar daar wordt hard aan gewerkt. Nou, zoals je kunt zien zijn ze hartstikke druk bezig met het ophangen van de kerstversiering. Het thema is dit jaar Oostenrijk, dus dat zien we ook in de kerstversiering, zien we dat zeker ook terugkomen. Nou, je kunt het je misschien nog nauwelijks voorstellen, maar er komen hier straks 550 mensen te zitten. En voor al die mensen moeten we nog allemaal stoelen neerzetten. Aan die kant en aan de andere kant ook. Hier komt de garderobe. Daar moeten ook nog al die 550 jassen opgehangen worden. En ook bij de entree zijn ze druk bezig met alle kerstversiering. En na afloop van het concert is het hier in de Benedenkerk een gezellig samen zijn. Alle gasten komen hier nog even van een hapje en een drankje genieten. En natuurlijk lekker napraten over het ACO. Het in Den Haag gevestigde Siemens sponsort de 3 uitverkochte kerstconcerten. Siemens doet het al 27 jaar. We sponsoren het ACO en in ruil daarvoor krijgen we 3 prachtige kerstconcerten terug. En we willen op die manier een bijdrage leveren aan de culturele instellingen hier in de stad. Ik vind het belangrijk om daarbij betrokken te zijn. Omdat we als bedrijf, net als de inwoners en het bedrijfsleven in Den Haag, gewoon samen de stad Den Haag zijn. En we willen graag deze mooie kerstconcerten blijven behouden. Terug in de oefenruimte is het tijd voor pauze voor de muzici. En ook even tijd om uit te blazen en gewoon jong te zijn. Pauzes houdt altijd eigenlijk in, gewoon iedereen rent op de koekjes. En dan neemt iedereen wat te drinken, maar drinken is altijd super vies. Dus dan drinkt iedereen maar snel weg. En dan daarna gaat iedereen gewoon met elkaar kletsen en praten. Wat er gisteren op tv was of zo, of de repetitie die we net hadden. Ik
trek me niet heel erg aan wat andere jongeren van mij zeggen. Want ja, ik bedoel, die weten niet echt wat mijn passie is. Ik bedoel, voor iedereen is die passie anders. En nou ja, voor mij mogen ze best een nerd noemen. Op zich ben ik dat ook wel een beetje. Mijn passie, ja, mijn passie is ja, de passie voor de viool. Gewoon het spelen, de klank en de muziek. En ook gewoon het samenspelen met andere mensen werken. En gewoon samen iets heel moois kunnen bereiken. Dat is gewoon mijn passie. Nou, het leuke aan Mozart vind ik dat Mozart werkt heel erg met karakters. Bij hem moet je altijd denken aan opera's. Dus met een slechterik en met iemand die zo heel grappig is. En ja, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk met Mozart. Dat het zo om opera gaat en dat soort dingen. Ik vind het heel anders dan popmuziek. Want de emoties die zijn hier voor mij niet met woorden, maar echt gewoon met noten. Dat is voor iedereen anders, de emoties. Dat is wel het fijne, vind ik. Voor Eva en Drumado en de rest van het orkest is dit de laatste normale repetitie. Over 2 nachtjes slapen moet het echt gaan gebeuren. De middag van het kerstconcert is aangebroken. En wat hoort er bij een gewone doordeweekse dag? Juist, een vak met cijfertjes. Wiskunde. De 13-jarige Drumado laat de sommetjes nog even passeren voordat hij zich weer vol mag gaan storten op wat hij het allerliefste doet. Vioolspelen. Ik vind wiskunde zelf heel moeilijk. Maar sommige onderwerpen zijn wel interessant. Vergelijkingen. Maar de grafieken, dat vind ik nou wat minder interessant. Hierna ga ik naar de Nieuwe Kerk in Den Haag. Voor de laatste repetities om het perfect te krijgen, de stukken. En dan is het concert. Nou, hup, weg met die schoolboeken en op naar de Nieuwe Kerk. Die inmiddels helemaal is aangekleed in kerstsfeer. Vind je ervan, Drumado? Wauw, dit heeft echt een mooie kerstsfeer. En dan is het muisstil. Want de dirigent wil nog even serieus repeteren. Ik denk dat er vanavond ouders en broertjes en zusjes komen. Ik vind het zelf niet heel erg spannend als er mensen zijn die ik ken. Want dat geeft me juist meer een veilig gevoel voor. We hadden net nog de laatste paar puntjes op de i gezet van het serenade. En het ging wel goed, alles zit er wel in. Maar een paar dingetjes en dan komt het wel goed. Ja, ik vind het echt geweldig om in deze zaal te spelen. Het klinkt echt gewoon heel erg mooi en gewoon de klank krijgt vleugels. En ja, nee, ik vind het echt geweldig om hier te spelen. Ik denk dat het concertmeesterschap wel redelijk goed afgaat, ja. Soms heb ik een beetje problemen met een beetje overwicht te hebben over de groep. Dat vind ik wel heel erg lastig, want ja, als je heel erg streng gaat doen, dan worden ze heel irritant. En als je weer heel lief gaat doen, dan denken ze dat ze alles kunnen maken. Dus dan gaan ze de hele tijd praten en irritant zijn. Dus ik vind het heel erg moeilijk om daar de balans te vinden. Ja, het orkest is er helemaal klaar voor en ze zijn erg gretig en ze zijn erg enthousiast. Ze willen graag het concert spelen en ze zijn er helemaal klaar voor.
af en toe is het noodzakelijk dat je eventjes in de zaal gaat luisteren hoe dat klinkt. Want dit is een wat aparte opstelling. Want het grootste deel van het publiek zit links en rechts van het orkest. Dat is natuurlijk akoestisch gezien niet echt ideaal. Dus dan moet je toch even luisteren hoe dat dan in de vleugels, zeg maar, klinkt van de kerk. Dat ook daar de balans in orde is. Als die balans daar in orde is, dan is het van aan de voorkant geen enkel probleem. Nou, het plan is dat we nu eerst iets gaan eten. Ik hoop dat het lekker is. En nou ja, daarna zijn we eigenlijk vrij om te doen. Meestal gaat gewoon eerst iedereen nog wat eventjes door de stad heen lopen. Maar we moeten wel gewoon wel echt op tijd terug zijn. En daarna gaan we gewoon omkleden en make-uppen en dat soort dingen. Dus, en dat is eigenlijk gewoon heel erg leuk om te doen. Gewoon wel echt highlight van de dag gewoon. Tijdens het eten is er ook even tijd om naar de toekomst te kijken. Want hoe ziet die er eigenlijk uit? Ik wil heel graag een violist worden. Maakt niks uit wat als violist, als het maar met viool te maken heeft, vind ik het wel goed. Het is de connectie tussen mij en viool, dat vind ik echt speciaal. Want het is echt, het is iets wat ik alleen voel, zeg maar, individueel. Mijn grootste voorbeeld is Maxim Fengerov. Omdat hij een heel erg leuke manier van spelen heeft. Hij heeft, zeg maar, zijn stukken eigen gemaakt, wat andere violisten soms moeite mee hebben. Ik denk dat ik in de toekomst violiste ben. Gewoon omdat ik daar echt gewoon 100% voor ga. En ja, het is eigenlijk gewoon het enige wat ik wil in het leven. Dus ik hoop dat mijn toekomst gewoon zal zijn dat ik gewoon een violiste ben. Maar niet uit in wat voor manier. Ik bedoel, of ik misschien in een orkest zit of ensemble, gewoon. Gewoon iets doen waarmee ik gewoon mijn passie gewoon. Ja, dus ik wil in de toekomst wil ik gewoon violist worden. Mijn grote liefde moet denk ik ook viool spelen eigenlijk. Gewoon heb je ook gewoon iets. Is het prettig om even samen gewoon met elkaar over te praten, denk ik. Maar ja, eigenlijk zie ik dat wel. Misschien kom ik wel iemand tegen die helemaal niet aan muziek doet. Ik bedoel, ik heb mijn grote liefde nog niet in het orkest gevonden. Nee. Jurken worden aangetrokken, de laatste make-up wordt bijgewerkt. En, traditiegetrouw, gaat Eva met een aantal anderen een oliebol halen. Je kunt het voor mij helpen. Ik had maar 1 euro. En die gelijk op eten? Ja. Hoe de suiker eroverheen? Ja. In de nieuwe kerk stromen de eerste gasten inmiddels binnen. En de spanning is inmiddels voelbaar bij de jongeren. De jassen worden opgehangen en de bezoekers verheugen zich op een mooi concert. En Eva en Drumado, hebben jullie er een beetje zin in? Ik vind het echt heel spannend eigenlijk. Vooral nu ik concertmeester ben, vind ik het eigenlijk heel erg spannend. Ja, ik vind het wel minder spannend dan solo, want je zit echt samen met andere mensen. Ja, dat is ook wel, ja. Het komt wel goed, denk ik. Ja, dat komt helemaal goed. Nou, kijk eens aan. Het eerste applaus is alvast binnen. Voor de dirigent ook een applaus. En dan... Na maanden van bloed, zweet en tranen repeteren is het eindelijk zover. De jongeren van het Atheneum Kamerorkest mogen gaan spelen. En hoe dat klinkt, dat zie je eerste en tweede kerstdag op TV West.